Passagiers van diverse SLM-vluchten zijn vandaag verhaal gaan halen op het hoofdkantoor van Surinaamse luchtvaartmaatschappij. In de afgelopen periode is een aantal vluchten geannuleerd. Andy Vliessen, Public Relations Officer van SLM, zegt dat vanwege veranderde marktomstandigheden en acute disruptie in het vliegschema 4 vluchten in de periode van 8 tot en met 14 juni geannuleerd zijn. Mensen die, waarvan hun vluchten waren gecanceld, die komen natuurlijk naar antwoorden zoeken en wij moeten ready staan om ze die antwoorden te kunnen geven. En om welke vluchten gaat dat? Het gaat om onder andere de voor vandaag vertraagde of geannuleerde vlucht van Curaçao naar Aruba, die is naar morgen, de PY 635. En ik heb jullie gisteren een communiqué gestuurd waarin ik een viertal vluchten heb aangegeven. Een paar van die mensen die hebben zich vanmorgen ook aangemeld. Natuurlijk heb je ook de reguliere kranten van de SLM die nog steeds tickets komen boeken. Dus al met al was het gewoon een beetje druk, maar die drukte is nu helemaal afgenomen. In een persbericht meldt de SLM dat voor de getroffen passagiers naar een passende oplossing wordt gezocht. Passagiers kunnen kiezen voor een nieuwe vertrekdatum, een voucher of indien mogelijk een omboeking. Vliessen zegt dat het bedrijf heeft geprobeerd om de passagiers te bereiken om deze ontwikkeling met ze te bespreken. En ook al hebben mensen soms een antwoord, toch spreken ze liever iemand. Dus ja, dan krijg je mensen hier die je niet weg kan sturen, maar die je te woord moet staan. What about the claims? De claims worden ingediend en een normale procedure wordt afgewerkt. Vliessen zegt dat er geen sprake is van onduidelijkheid. De geannuleerde vluchten zullen worden uitgevoerd. Suriname Airways werkt aan een herstructureringsplan om de maatschappij...